niks op. Wat is plaatsen? Als eerste het bloemstuk van de voormalige vereniging marinepersoneel, VVM. Het zal. Acht. Mag ik als tweede wethouder Hendricks vragen het bloemstuk van de gemeente Land van Kuik? Meer dan 60 jaar geleden, in de dagen dat een nieuwe tijd begon, schreef Hans Lodijnse, een dichter, deze wereld is niet de echte. Denk je in, wij hier met 10 miljoen vermenigvuldigd zouden zeker weten dat door met spandoeken te lopen op blote voeten en te zingen, wij een nieuwe oorlog konden voorkomen. Wie zou niet breken? Of door prijs te geven de helft van onze kapitalen. Wij misschien doden zouden doen leven. Dan zou Afghanistan weldra een boomgaard zijn. En Irak het stromenland weer waar de mensheid begon. En van Gaza tot de ceders van de Libanon zouden vriend en vijand dansen tot diep in de nacht. Laat de hoop niet varen. Voorwaarts, mars. Mag ik de vertegenwoordiger, oftewel de wethouder Hendricks, verzoeken het bloemstuk te hangen bij de synagoge?
Doveniers, geef 8. Van Marion Bloem. Als vrij zijn is, hou jij je mond, want ik heb iets te zeggen. Als vrij zijn is, jij achter tralies, want hoeven wij niet bang te zijn voor al jouw anders zijn en doen en anders laten. Als vrij zijn is, de dag van morgen strak bepalen, door de dag vandaag iets minder dag te laten zijn. Als vrij zijn is, de deuren sluiten en op het beeldscherm vrij bekijken wat veilig uit de buurt moet zijn. Als vrijheid voor mij vandaag zo vanzelfsprekend lijkt en jij niet eens weet wat dat betekent, dan is vrijheid munt voor mij en kop eraf voor jou. Dan is vrijheid lucht en willekeurig. Maar staat in mij misschien wel vrij om iets van mijn riante vrijheid, met wederzijdse goedvinden natuurlijk, tijdelijk of voor langere duur, af te staan om jou van mijn verstikkende vrijheid te bevrijden. We beginnen opnieuw de eerste dodenherdenking in onze nieuwe gemeente. Op een moment in de geschiedenis waar we allemaal onrustig van worden. Een moment waarop we meer dan ooit beseffen dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En dat het niet los verkrijgbaar is. De coronatijd was voor veel mensen om tal van redenen een hele zware tijd. Corona is niet weg en we moeten waakzaam blijven, maar we hebben onze vrijheid weer zo goed als terug. Daarom moeten we, ondanks de dagelijkse verschrikkingen die we zien, ondanks de woede en frustraties, oppassen voor bewoordingen die bijdragen aan oorlogstaal. Laten we hopen op een snelle terugkeer van rust, vrijheid en van de vrede, zodat de mensen in Oekraïne kunnen gaan werken aan de wederopbouw en een nieuwe toekomst, aan hun nieuwe begin. Dames en heren, ik dank u alle hartelijk voor uw komst vanavond, voor de organisatie van en ieders bijdrage aan deze herdenking. En ik wil besluiten met de woorden dat ik u allen vrede toewens. Dank u wel.